spelers die daar klaarstaan, want ik zie helemaal van de mooie spoorslags deze kant op komen. Dat om met de vlucht van de helemaal. En is de juiste rechter rij, de overleg geweest van alle drie en alle drie zijn van het hoofd, zodat de strafschijn niet geldt en niet bekrijgt. Kijk. Ik heb zojuist al blijft mij uit de 8 uur, dus zweef mij in de boord langs, dus de spijt te begrenzen. Kijk eens, mooie blassen. Dus de spijt te begrenzen en dus de blas. En gaan wij hier dan de finale rijden? Ja, dit is twee keer. Om in ieder geval eens even te kijken in finale afstelling. Hoe goed zitten wij erbij en kunnen wij van die tevreden met droge ogen overstappen voor de kinderen aan de overkant van Berens. Weet je wat het is als je de koppelingsplaat eruit haalt en je moet het nog één keer omdraaien dat je denkt, kan die er nou wel, doe je terug, er is niet genoeg een sleutel als dat, dan kan die er beter op. Maar David Saier, die gaat in ieder geval nog moeten rijden. En dan hebben we toch nu allemaal twee keer gereden, want zal ik dan maar erop tellen? Ik heb echt geen idee. David Saier, de eerste doorgang, 64-49. En weet je wat het is? De voorgaans wil niet loskomen, want het is een dubbele cabine. Die is te zwaar aan de neus. Die is te zwaar. Het is wat aan de neus. En als ik daar over de bovenlijn heen kijk, in plaats van Veldhuizen, met je hoofd en niks zeg maar, hier keurig plaats nummer 2, gaan we naar plaatsje nummer 1. Want bij 1 klasse, dat is wel echt een ding hoor, naast First Love. Gaat hier in ieder geval de rode streep op de eerste grond, David Peerts! De Blekers en de Bloemen daarbij, gaan wij uit de voorlopster in ieder geval voor de eerste klasse van de 2.